Test, 1, 2, 3, test. Hi lieve tatties, welkom bij Crazy Games! Dit is een nieuw format van ons, één van onze nieuwe formats. En deze specifieke heet Russian Wasabi Roulette. Leg jij eens even uit wat we gaan doen. Nou ja, ik had iets leuks bedacht. Ik heb bubbels gekocht, lekkere chippies. Die vind jij namelijk heel erg lekker. En daar doen we dan vaak roomkaas in. Heerlijk lekker smeuig. Maar in plaats van roomkaas heb ik er nu 5 met wasabi. En dat vind jij niet zo lekker. Ik wel. En het is heel heet. Maar een hele bugel gevuld met wasabi is misschien... Een hele bugel gevuld met wasabi. Een beetje too much. En om jullie te laten zien dat het ook echt zo is, heb ik hier eentje met roomkaas. Creamy, creamy. Lekker, lekker. Die gaat erin. En deze is met wasabi. Wil je ruiken? Oh my god. Deze liggen hier gewoon voor de sier. Ja, daar zit niks in. En als we gewoon even honger hebben. Nu hebben we een leuk spelletje. Popmuziek. Ja. En het is eigenlijk met de butlerbel. We gaan het nu dus net even wat anders doen. Even iets anders. We gaan het wisselend aan elkaar voorlezen. Om en om. Gaan we een vraag voorlezen. Ja. En... als je het fout hebt, moet je een bugle pakken. Ja. Maar je weet niet welke je te pakken krijgt. Ja, hij is afgedekt. Vandaar de Russian Roulette. We hebben hem afgedekt. En voor de zekerheid doen we deze op. Ja. Zodat we echt niet zien welke we pakken. Nee, inderdaad. En heb je nou er een met wasabi, dan doe je... Je gaat het waarschijnlijk al zien aan iemands gezicht. Maar... even voor die touch. Heerlijk. Even die bel in de Ik ben een klein beetje verkouden, dus ik hoop dat het bij mij lekker helemaal open gaat. En open, dat je niet al te veel explodeert. Loopt. Inderdaad. Hey, by the way, wat vinden jullie van ons decor? We hebben er geprobeerd wat leuks van te maken. Ja. En het is dus de bedoeling dat we dit soort dingetjes vaker gaan doen. Leuke dingetjes gaan verzinnen. Het leuke hieraan is dat jullie natuurlijk mee kunnen doen thuis met de vragen. Oh, ik ben zo benieuwd. Ik ben echt heel benieuwd. We gaan eventjes de vragen een beetje... wisselen, dat kan ik niet zo goed. Ik zie het. Moet je even helpen. Nee, ik kan dit echt super goed. Ja, zeker. Echt. Nou, uit ervaring is gebleken dat de vragen een stuk moeilijker zijn dan we dachten. En het is ook nog eens, want het gaat over popmuziek. En eigenlijk luister ik gewoon heel veel Spotify. En dus niet meer echt helemaal bij de tijd van alle hippe muziekdingen. Nee. Dat doe ik dan weer wel. Ik zet regelmatig playlists op van top 40 bijvoorbeeld. Super. Super. Oké. Okay. Even papierschaar en hoe noem je dat ook weer? Even papierschaar, kartonsteen, rots. We gaan eventjes kijken wie er mag beginnen. Oké, wacht even. 1, 2, 3. Ja, ja. Wat jij nou? Nee, je gaat toch niet op 3? Sinds wanneer doe je het op 3? Tuurlijk wel. 1, 2, 3, boom. Nee, het is 1, 2, 3 en dan is het gewoon gelijk. Oké. Okay. Nee, op de boom. Oké, okay. Boom boom. 1, 2, 3. Ik kan het zo. Ja, ja, ik mag beginnen. Oké. Okay. Nou, oké, nog één keer dan. Nee. Ja, nee, want blijf op de 3 staan. Nee. Dat is wel de 3 van. Ja, nee. Ik snapte je nog niet zo goed. Nee. Je bent een beetje onduidelijk. Ja, is goed. Oké, okay. Op de boom. Op de boom. Oké. Okay. Nou, rustig. Ben je zenuwachtig? Zullen we 1, 2, 3 doen voor, voor de 1, 2, 3? En beginnen we dan bij de 3 of op de... Oké. 1, 2, 3, boom! Ah! We gaan beginnen, jongens. Spannend! Oké, dan. Jij mag beginnen. Nou, ik wel... hoop dat het... We gaan de vraag stellen. Ben jij klaar voor de eerste vraag? Oh, moet ik dit? Oh, tuurlijk, want het is nu als je de vraag niet weet wat juist. Je... Oké. Okay. Ariana Grande zingt het nummer Baby I. Maar voor wie was het nummer eigenlijk geschreven? Chris Brown? Fout. Nee? Justin Bieber? Nee. Bob Saget? Beyoncé. Oh, Beyoncé? Ja. Nee. Ja. Jongen, dat zit mijn haar niet meer. Oh joh. Zal lekker kraken zo met onze microfoontjes op. Ja, inderdaad, ja. Heb je geluk?
Ja. Roomkaas. Ik ben. Oké. Okay. Ah, dit is niet eerlijk. Oh god, jij gaat er nu al vanuit dat ik het weet. Dadelijk weet ik het niet. Met welk nummer won Duncan Lawrence het Songfestival in 2009? Arcade. Hoppa! Wat kunnen we eigenlijk winnen? Wat kunnen we winnen? Gaat het alleen maar om de straf? Geen hete bek, dat kan je winnen. Zo. Met wie trouwde Beyoncé Knowles in 2008? Is dat zo lang weer? Jay-Z. Heel goed. Ja. Welk nummer begint met Start Spreading the News? New York, New York. Even. Dit is mijn moment van my moment of shine. Laat me nou even. Sorry. Start Spreading the News. New York, New York. Van? New York. Van Frank Sinatra. Jammer voor je. Ben je er klaar voor? Ja. Welk artiest is slechts 1,75 meter lang? Punt. Moet daar van je tonatie werken. Want... Ja, maar eigenlijk staan er drie namen. Lang. Ga ik jou dat zeggen? Lang. Mag ik kiezen dan? Ja. Ja, tuurlijk moet je het zeggen dan. Wat is dit nou weer voor een naaierij? Bruno Mars, Drake of David Guetta? Ja, Bruno Mars. Sowieso. Wij zijn zo fan van Bruno Mars. We zijn toen op een concert geweest. Ja. In Polen? In Polen? Daar leek het onderhand wel op, ja. Nee, ik dacht, het is heel dichtbij, maar het was helemaal in Düsseldorf. Nee, Keulen. Nee. Je gaat lekker. Nee, jij dacht een kaartje te gekocht te hebben in Keulen, maar uiteindelijk bleek het van München te zijn. München, ja. Was ietsje verder. Iets. Maar? Dat was wel helemaal het begin van onze relatie. Ja. Dat was echt wel nog een beetje zo van... Onze eerste date. What's going on, ja. Zeg maar. Ja. En toen, echt geweldig gewoon. En René maakte allemaal geluidjes. Een bepaalde frequentie. Het leek wel zo'n, ken je dat van die fluitjes? Als je zeg maar je hond aan het aftrainen bent, dat die dan terug moet komen of zo. Zo'n fluitje met een frequentie die je gewoon niet hoort. Dat is echt gewoon... Hoorde jij het? Ik hoorde niks. Ik ging helemaal uit mijn panty. Echt, zo heb ik mezelf ook echt gewoon nog nooit... dat ik dacht, ja, hij is gewoon zo goed. Ja. En ook het dansen. En nou, ik vond het helemaal geweldig. En we stonden ook nog eens bijna helemaal vooraan. We kwamen daar, we waren op tijd. Dat was de tweede 4K-tour trouwens. De tweede 4K-tour. Ja, en we dachten echt van... Ja. Klopt dit wel? Hoezo? We staan gewoon bijna vooraan. Wat is dit? En toen, ik denk dat we 20 meter van het podium afstonden. Ja, nou, het was echt gewoon helemaal geweldig. Dus helemaal als kapot. Die nog een keer komt, dan gaan we er zeker heen. En we dachten van, nou, we gaan lekker naar... Dan weer terug naar het hotel, leuke avond hebben. Ja, bom, bom, dingen. Dat ging niet door. Nee, ging niks door. Nee, dat ging niks, helemaal niet door. Niks, boom, boom. Want meneer werd even ziek. Ik werd echt helemaal niet goed gewoon. Nee, het was gewoon een spanning. Nou, het was helemaal geweldig. Maak af. On a dark desert highway. Cold wind in my hair. Cool wind in my hair. En jij zei cold. Ja, dat is, ja, wel, dat is wel echt. Dat is wel heel streng. Dat is wel echt. Oh, ik vind het eng. En? Ik dacht even, daar komt ie. Volgens mij heb ik geluk. Ik dacht echt. Maar wel lekker. Welk? Of wou je iets zeggen? Welk artiest heet Stefani Joanne Angelina Germonata? Gwen Stefani. Nee! Oh, nee! Wacht! Nee, ik weet het! Nee, ik weet het! Lady Gaga! Nee, fout! Nee, maar ik heb mezelf verbeterd voordat jij... Jawel! Nee, deze telt gewoon nog. Je zei er gewoon... Ik weet zeker dat ze het met me eens zijn. Nee. Deep down. Maar je had helemaal nog niet gereageerd. Ja, nee, wat moet ik dan zeggen? Nee, dat is het niet. Zeg het nog een keer. Nee, maar ik heb... De eerste reactie is gewoon... Nee. Gwen Stefani. Ja, maar je mag jezelf er wel verbeteren. Gwen Stefani. Maar ik heb me verbeterd. Nou, oké. Okay. Hoe heet de Hoe heet de gitarist van Queen? Oh, dat weet ik niet. Vervelend nou. Ja, als je het zegt, dan weet ik het. Ja, dat zo ken ik er ook nog wel een paar. Brian May. Nee, dat had ik niet geweten. Oh, dit is eng. Oh!
is lekker. Mijn neus. Zet een masker af. Ik wil je gezicht doen. Hij gaat maar door. Oh, hij kwam op een gegeven moment in mijn neus. Oh. Oké. Welk nummer is te horen bij de opening credits van de film Reservoir Dogs? Ik ken de film niet eens. Slumdog Millionaire. Nee, dat is een andere titel van de film. Nee, ik weet het niet. Little Green Bag van George Baker. Little Green Bag van George Baker. Lekker. Maar genoeg, hè? Het zou wat zijn dat ik ze gewoon allemaal ga krijgen. Welk nummer begint met de tekst? I see trees of green, red roses too. Wat is de vraag? Wat is de titel? Welk nummer begint met de tekst? Wonderful World, Louis Armstrong. Sam Cooke heeft ze deze. En Sam Cooke, ja. Ja, goed zo. One of my favorites. Ja. I see trees of green. Wie zingt het nummer 9 to 5 uit de gelijknamige film? Dolly Parton. Yes. Working 9 to 5, what a way to make a living. Ja, Ben. I know. Welke groep scoorde met de hit Africa? Toto. Ja. Heb ik live gezien. In Tilburg. Ook heel fijn. Nee, was, weet ik niet meer waar. Met Dave. Was heel leuk. Oh, jij bent. Heel gaaf. Nee, was niet in Tilburg. Was Amsterdam, denk ik, of zo. Heel tof. Heel goed ook live. Heel gaaf. Ja. Welke stad is de meest bezongen stad ter wereld? Oh, Memphis ja. Of Parijs? Oh, Memphis of Parijs. Memphis? Ja. Dat was een gok. Ik zo. Wild guess. Hoe heet het duet van Shawn Mendes en Justin Bieber? Zo noemt Lady Gaga haar volgers. Weet ik ook niet. Monster. Oh. Oh, dan had ik echt gewoon niet geweten. Zij noemt ze toch monsters of zoiets? Zo wel, ja. Oh jee, dan gaan we weer. Ik weet niet of ik er klaar voor ben. Het zou het zijn, zeg. Welk nummer begint zo? Take a look at my girlfriend, she's the only one I've got. Oh, die ken ik. Take a look at my girlfriend, she's the only one I've got. Dat is de titel. Oh. Breakfast in America van Supertramp. Ik voel me een beetje met lingo. Ah, ja. Ben je geluk, jij lucky bastard. Mm. Misschien hadden we er meer in moeten doen. Nee joh, gaat prima zo. Voor jullie duidelijkheid, we hebben 20 bugles 25. Normaal en 5 met wasabi. Nee, 25. Ik had er 25 met kaas en 5 met wasabi. Oh. Welk nummer zong Lady Gaga met Bradley Cooper in de film A Star Is Born? Welk nummer? Ja. Ja, ze zongen er natuurlijk meerdere volgens mij, maar de bekendste. Ja. Ik ben even de naam kwijt. Serieus? Het schiet me. Wacht even. Help me niet mee. Of moet ik doorgaan? Nee. I'm on the deepest, watch as I dive in. I'm underground. Cello. Van wie zijn de hits Girl on Fire en Underdog? Deze moet je weten, want This Girl is on Fire. Oh, This Girl is on Fire. Ja, Girl on Fire. Ja, Girl on Fire, maar Alicia Keys. Ja. We moeten zo lachen, want Andrea, hè, nichtje van zijn moeder. Ja, dat is kapot grappig. Overleden, helaas. Maar super positief en super veel humor. En ze ging zich laten cremeren en toen zei ze, ik wil This Girl Is On Fire. Tijdens de crematie. Tijdens de crematie. Ja. Ze moest en ze hebben het nog gedaan, hè? En ze hebben het gedaan, ja.
En we gaan verder met de volgende vraag. Wie ontwierp de platenhoes van... Nee, met spijkerbroek van de LP, Sticky Fingers van de Rolling Stones. Heel bekende kunstenaar. Je hebt hem ook geschilderd. Nee? We hebben er wel eens iets mee gedaan, ik weet het even niet. Oh. Een hele bekende. Ja. Ik weet het even niet. Andy Warhol. Oh ja. Niet meer zoveel over. Zou je die wel doen? Ja, serieus? Lucky. Ja. Ja. Lucky. Dan kom jij dichterbij, hè? Go, 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 go. Met wie zingt Shakira het nummer Hips Don't Lie? Met wie? Dat is toch van haar? Ja. Let's go. En Jennifer Lopez. Wyclef Jean? Oh, tuurlijk, ja. Maar die... Wat? Ja. Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Wyclef Jean. Jean. Maar ik dacht, ja, die rapt een beetje, maar ik wist niet dat hij nou echt, zeg maar, als in zijnde een duet of zo werd. Sabi, Sabi, Sabi. You lucky bastard. Ben ik? Hoeveel is Curtis James Jackson 3 waard? Yo, shorty. 50 cent. Hey, Oké, we gaan door. Wie schoot de sheriff neer? Ja, de Wailers. Bob Marley en de Wailers. Nee. I shot the sheriff, but I didn't shoot the deputy. Clifton. Ja, maar dat was de vorige keer ook al, hè? Ja, maar Bob Marley toch ook? Verkeerd hebben. Ja, maar het is toch van... Iedereen kent hem toch van Bob Marley? Okay. Oh! Wil je al van je stondneus af? Doe je stond naar binnen, Frieserik. Godverdamme. Jij hield toch van mijn sapi? Ben gelijk genezen. Oh. Oh. Nee. Stop erin. Heerlijk. Oh. Het zat nog een beetje achter. Ja, precies. Er zit nog zo'n klein stukje in. 1-1, jongen. Oké. 1-1. Next. En maar dat is wel goed, daar hebben we niet over nagedacht. Maar 5. To infinity. Is degene die de meeste wasabi's heeft gehad, die heeft verloren. Oké, ja. Bryan Adams zingt over een zomer van welk jaar? 69. It was a summer of 69. Sorry. Hoe heet de zangeres van de groep Eurythmics? Dat weet ik niet. Annie Lennox. Oh ja? Oh. Dat is dan... Je mag alweer nog een keer, dus... Oh, weer? Ik word er niet goed van. Oké. Ik ben er weer. Oh. Met wie zong Taylor Swift? Oh, sorry. Met wie zong Taylor Swift de nummers Everything Has Changed, Run, Endgame en Joker and the Queen? Ken ik hem? Ja, hele bekende. Ik wou die zeggen.
Serieus, ja? Ja. Ja, dat is die rode. Prins Harry, inderdaad. Ed Sheeran. Ja. 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 Knock off. I see a red door and I want to... Break free? Paint it black. I see a red door and I want to paint it black. Je hebt geluk. Who's the real Slim Shady? Eminem! Ja. Yeah. Next. Oh yeah. Oh next. Yeah. Oh yeah. Van welke groep zijn de nummers? School en Dreamer. Dreamer. Not the one I dreamer. Maar van wie is het? Ik weet het niet. Supertramp. Ook al. Ze zijn fans van Supertramp. Het gaat wel hard zo. Ja. Ja, nou komt hij. Ja, nou komt hij. Hij heeft volgens mij wel een soort van immuniteit al opgebouwd. Hij gaat nu ineens een stukje beter. Dat was het derde alweer. Ja. Oh. Wie is de vaste tekstschrijver van Elton John? Pak maar. Pak maar. Ken ik hem? Nee, ik ken hem ook niet. Wie is dat dan? Bernie Taupin. Zeg maar niks. Ah, pas. Oh. Ja! Ja! Ja, goed. Lekker rond laten gaan. Lekker. Laat hem maar lekker binnenkomen. Ja, heerlijk. Even zo over je gehemelte, onder je tong. Onder je tong, zo lekker. Ineens komt hij dan weer, ja, lekker, hè? Heerlijk, ineens. Dan denk je, hij is huilen weg en dan... Nee hoor, komt hij weer, ja. Oh. Dat was hem. Ah. We hebben 5 wasabi's gehad. En jij hebt verloren. Ik heb verloren. Want jij hebt er 3 op. Ah. Ik heb verloren, sorry. Zo. Oh jongens, nou, wij hebben... René gegeven. Is de grote winnares van deze allereerste Crazy Games. En wij vonden het echt superleuk. Heb je suggesties voor andere grappige games of gewoon normale spelletjes die we dan een crazy twist geven? Ja, misschien iets met de allerheetste chips van de wereld. Of iets heel erg vies. Ja. Of een of andere iets, maar het mag best pijn doen, maar niet te veel. Iets met een muizenklem of zo. Verzin wat leuks. Mag best pijn doen, maar niet te veel, zegt hij dan. Nou, laat het weten. Hopelijk vonden jullie dit een leuke, grappige vlog. Hebben jullie leuk meegedaan met de vragen? Hebben jullie gegierd om ons leed vermaak? Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet vooral niet te abonneren. En belletje aan te zetten, zodat je alles ermee krijgt. Precies. En dan zien we jullie heel graag bij de volgende video. Ciao, 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 ciao.